Want voor mij, ja, er is maar één weg. En dat is mijn weg. En dat is de weg zoals ik die bewandel. Messi. Messi, wat twijfel bij AK. Bal tussendoor is goed. Noppert komt, maar kan daar niet tussenkomen. Behoorlijk eind. Is dit een penalty? Ik vrees van wel. Messi. En kansloos is. We hebben een wonder nodig. Een plan dat Van Gaal liever niet uit de kast had gehaald. Pomp of verzuip. Volgende bal voor. En... gewoon, boem, er zo in. Wout Weghorst en Manchester United. Boem, daar is hij. Dat zal toch wel niet? Nee. Ja, nou, dat zou ik wel heel vreemd vinden. Na Johan Cruijff, na Ruud Geels, na Ruud van Nistelrooy, na Patrick Kluivert, moeten we het godverdomme doen met Wout Weghorst. Qua spits, is dat echt een spits waar United op zit te wachten? Ik denk het niet. Als hij aangespeeld wordt in de voeten, dan stuit de bal 30 meter. Kijk, wat is hij nou? No, that's something I heard a lot. But yeah, what I said, I always... convinced and always had the dream and didn't want to give up that dream. Je wist wel dat hij destijds dacht dat hij misschien in de hoofdklasse of topklasse of wel zou kunnen komen, maar niet waar hij nu namelijk staat. Nou, en dat heeft hij geheel aan zichzelf te danken. Ja, nou, Wout was een beetje een zuiger. Hè? Dat is hij nog steeds. Hè? Zo, dat straalt hij ook uit. Hè? Wat je ervan vindt, vind je ervan. Maar dat was toen al zo. Tegen Veendam de eerste overwinning pakken van het seizoen. Ja, dat zou natuurlijk geweldig zijn. De sfeer is in ieder geval goed in het stadion. Dit is Lohuis met de dieptepaas richting Boy Duel. Die is los. Na een half uur spelen komt Veendam op voorsprong van FC Emmen. De eerste echte kans in de wedstrijd. Dan de tweede helft. Die begint goed. Penalty voor Emmen. Van der Linden, de aanvoerder, neemt zijn verantwoordelijkheid. Emmen. Alvoer Barakje richting Mametov. Mametov raakt de bal. Rebound. Terugleggen. Weghorst. Dan is het 2-1. En weer is het Weghorst die het doet. In de voorbereiding scoorde hij al twee keer tegen Veendam. Dan raakt de lat en dan de slotminuten van de wedstrijd met Joop Gal teruggebarend. En hier is het gedaan. Gal mag zijn eerste competitiezegen met FC Emmen. Uitgerekend tegen aartsrival Veendam. Het eindigt uiteindelijk in 2-1. Die overwinning is op basis van 90 minuten. Dik en dik. Het publiek kan eindelijk je racefeest vieren. Het speciale is, want hoe vertrok jij bij Willem II? Op zich ja, wel gewoon goed. Ik speelde daar in de belofte en ik moet zeggen dat ik ook wel uiteindelijk de club niet... Ja, dat wou op zich wel met me verder, maar was puur voor het belofte elftal eigenlijk. En ik had voor mezelf wel zoiets dat ik eens aan de eerste elftal wou gaan ruiken. En, ik moet zeggen dat ik op zich, nu ik terugkijk, ben in 2 jaar, anderhalf jaar dan nu wel, ook wel, ja, ben wel een stuk sterker geworden dan dat ik daar was hoor. Op zich, ik had daar niet altijd makkelijk. Dus ja, op zich in die zin kan ik het Willem II zeg maar, ook niet echt kwalijk nemen, zeg maar. Want ik was daar gewoon een andere Wout. En toen ben ik hier naartoe gegaan. Maar het is natuurlijk wel even dat je kan laten zien van, ja, misschien hadden we hem toch moeten houden. Want op zich, het was wel verdeeld. Er waren ook wel enkele mensen binnen de club die wel graag met me echt verder wouden. Ook richting het eerste elftal. Dus ja, goed, dan is het wel fijn dat je nu zo kan laten zien en dat je het toch kan op dit niveau. Is het dan een klein beetje rancuneus? Ja. Of je gram halen? Ja, nou ja, dat weet ik dat niet, nou, dat niet zozeer. Ik zeg, ik was een ander Wout, maar het is gewoon wel heel mooi om te kunnen laten zien dat je van, hey, ja, ik ben wel Wout Weghorst en jullie hebben me toen misschien wel iets te makkelijk laten gaan. Ja, de vorige keer, toen liet je je niet uit over je rol als bankzitter.
zijn natuurlijk weer een paar weken overheen gegaan. Hoe denk je er nu over? Hetzelfde. Ja, je kan weinig doen dan je best en het laten zien als je speelt. Ja, het enige wat ik kan doen is ja, wat ik nu doe. De laatste weken val ik voor mijn gevoel wel goed in. En tegen Twente maak ik een doelpunt. Tegen Deurne in de beker maakte ik ook een doelpunt. Ja, goed, en dat is gewoon lekker. Dat je zoals invaller je waarde kan bewijzen en je ploeg kan helpen aan punten. Dat is het enige wat ik kan doen. Talent om je heen, hoe die een bal behandelen en doen, ja, dat heeft op mij niet altijd zo ingezeten. Maar mentaliteit, en misschien dat wat later dan aan het licht komt. De trainer zei vanmiddag ook tegen me, als je jouw lichaam ziet en als jij daarin je goed gaat weren, dan is het voor verdedigers heel lastig om tegen je te gaan spelen. Dus zo'n type spits ben ik, denk ik. Maar één ding wil ik wel laten zien, want dat vroeg je me dus na. Dit was mijn eerste doelpunt was, in de arena, zeg maar. Waar inderdaad mijn broers ook allemaal erbij waren. Ja, dat was eigenlijk wel een heel, heel speciaal verhaal. Want dat was mijn debuut dus in de basis bij Heracles. Eerste wedstrijd Eredivisie basis. Eigenlijk hadden we altijd zoiets als we op vakantie gingen of zaten in de auto met alle broers. Dan zei ik altijd, misschien toch ooit mag voetballen dan. Weet je, dat zou het zijn. Goed eigenlijk, dit is ook mooi. Weghorst, is dit nummer 3? Ja, dit is nummer 3. Nu met links. 3-1 voor Heracles. Ja! Weer hij! Het is geen buitenspel en het is het doelpunt. Ja, wat mooi uitgespeeld door Heracles. Weghorst scoort.